Tijdens mijn studies beeldende kunsten ben ik vrij toevallig daarmee in contact gekomen. En ik moet zeggen, het heeft maar een paar minuten geduurd, of zelfs maar een paar seconden geduurd, voordat ik wist, dat is nu wat ik wil doen. Mijn naam is Thomas Meeuwissen en ik ben vioolbouwer in Brussel. Ik was eigenlijk helemaal geen muzikant. Of ik wist eigenlijk amper hoe een viool eruit zag. Maar het idee van een viool te kunnen bouwen, dat sprak zo tot de verbeelding dat ik eigenlijk direct wist. Ook al wist ik op dat moment niet dat ik daar mijn beroep van zou kunnen maken. Ik wou het eigenlijk gewoon kunnen. Dan ben ik een opleiding gaan volgen aan een gespecialiseerde school in Engeland. Maar dat was een van de, laten we zeggen, van de vier grote instituten in Europa waar je het vak van vioolbouwer kan leren op een zeer traditionele wijze. Na de studies ben ik dan bij grootmeesters in de leer gegaan, bij de Spiedlens, en dat is een familie waar al vijf generaties violen worden gemaakt van een heel mooie kwaliteit. Ik maak ongeveer 7 instrumenten, samen met mijn assistent maak ik ongeveer 7 instrumenten per jaar. Dus de productie wordt bewust laag gehouden om een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen. We bouwen niet alleen violen, we bouwen alle instrumenten van het strijkkwartet, dus ook de altviolen en de celli. Om de klanken aan te passen aan de eisen van de muzikant ga je eerst, als ik een instrument voor iemand maak, ga ik eerst bepalen welk model ik ga maken. Dus er zijn een aantal modellen die geassocieerd kunnen worden met bepaalde klanktypes. Zo heb je heel briljante violen, je hebt wat violen die wat donkerder klinken, je hebt heel luid klinkende violen, wat zachter klinkende violen. Dus afhankelijk van wat de muzikant nodig heeft en wat zijn voorkeur wegdraagt, ga je het model bepalen. Ga je ook hout kiezen in die functie, ga je het instrument ook zo construeren en afstellen vooral, zodoende dat het beantwoordt aan de muzikale eisen van de muzikant. Eerst wordt er een mal gemaakt waar rond de zijwanden worden gebogen. En dat is eigenlijk de eerste stap van het bouwen van een strijkinstrument. En die gaat dan ook de contouren bepalen van de klankbladen. Je hebt de rug in esdoren, het bovenblad in vurenhout. Later worden zowel de rug als het bovenblad gestoken uit een massief stuk hout. En dan wordt het instrument vernist. Eerst wordt er een grondering aangebracht. Dat is eigenlijk een beschermlaag die het hout gaat versterken en die het hout ook gaat afdichten tegen de vernislaag die erop komt en tegen eventueel vuil- en vochtindring van later. Na het lakprocedé wordt het instrument besnaard. Dus dan krijgt het stemsleutels, een kam, een ziel, een staartstuk, een knopje, een schouderstuk of een kinstuk beter. En dan, dat zijn eigenlijk de elementen die belangrijk zijn voor het bespelen van het instrument. Ik denk dat mensen er vaak niet bij stilstaan hoe vaak ze een viool horen. Want in elke film zit filmmuziek met een symfonisch orkest vaak. Dat zijn vaak ook heel goede, heel bekende orkesten. De London Philharmonic, noem maar op. Dus eigenlijk, een Stradivarius is niet zo ver van mijn bed als men wel denkt. Mijn grootste concurrent is misschien Antonio Stradivarius, die is tegelijkertijd ook mijn grootste leermeester. Maar de instrumenten die ik maak, die worden ook vergeleken met die grote Italiaanse instrumenten. Dus ons werk is eigenlijk in constante dialoog met de vioolbouwers van vroeger. Maar ik spiegel mijn werk dus aan de,
aan het werk van de grootste vioolbouwers die doorgaans in Noord-Italië hebben geleefd en gewerkt, maar zelfs hier bij ons in Vlaanderen, in de grote steden zoals Brussel en Antwerpen, is ook een heel belangrijke vioolbouwtraditie geweest. En ook die school die interesseert me mateloos en die gebruik ik ook, of grijp ik ook, als een inspiratiebron voor mijn eigen werk. Ik sta op het punt om een activiteit of een project uit te voeren die zelfs mijn wildste dromen overstijgt. Ik ga voor de muziekkapel in Waterloo, dus de muziekkapel Koningin Elisabeth, een volledig strijkkwartet maken, dus twee violen, altviool en een cello. Dat is in de carrière van een vioolbouwer een zeer buitengewone en een bijzondere opdracht, omdat je meestal één instrument voor een muzikant maakt. Hier kan ik dus vier instrumenten voor een van de belangrijkste instituten van het land maken. Niet alleen van het land, maar ook wereldwijd. Dus dat is een fantastisch project. Niet alleen dat, ik ga dat ook doen in het Instrumentenmuseum, in een glazen atelier, zodoende dat het publiek kan kijken hoe die instrumenten tot stand komen.